Oh, deze aflevering gaat over Gen X. Dat is een naam die in het nieuws is gekomen omdat een fabriek in Dordrecht van G. Moers, vroeger bekend als DuPont, gebruik maakt van stoffen in een procedé wat ze nu Gen X noemen. Die stoffen die komen in het water en zijn moeilijk afbreekbaar en mogelijk schadelijk. Mogelijk, zeer waarschijnlijk, want ze lijken heel erg op eerder gebruikte stoffen. Met name PFOA, wat ook in Dordrecht werd gebruikt, maar ook PFOS. Ik laat je in deze aflevering zien wat ik heb gevonden. Fabrikant zelf, daar heb ik nog geen antwoord van gehad. Maar op het internet is wel wat te vinden over de stoffen in Gen X. En we gaan vergelijken met de andere twee stoffen in chemische zin. Dus dit is ook voor de liefhebbers van scheikunde. Om ons heen zijn op diverse plaatsen fluorpolymeren te vinden. Het kan gaan om vuilafstotende vloerbedekking of waterafstotende regenjassen van Gore-Tex, tefalpannetjes met een teflon anti-aanbaklaag erin. Het kan in de gasleiding gaan om dit soort tape, ook weer teflon, PTFE. Of in meer technische toepassingen, Calres en Tefzel. Die worden geproduceerd door fabrikanten als Daikin, 3M en G. Moers DuPont. De vraag is alleen wat er bij die processen verder vrijkomt en hoe daarmee om wordt gegaan. Voor dit soort stoffen is toxicologisch onderzoek nodig om te weten hoe giftig het is. Dat zien we hier, een samenvatting van zo'n onderzoek. En als je op de namen gaat klikken, dan merk je dat het mensen zijn die werken voor de fabrikant. Dat is heel gebruikelijk. Het onderzoek geeft aan dat de stoffen op zich wel giftig zijn, maar dat het verder wel meevalt. Daarom hebben we nog het RIVM, die moet ook onderzoek doen. En die concludeert voorlopig even dat beide stoffen waar het om gaat, dat die vergelijkbaar zijn met PFOA, wat eerder gebruikt werd. Dus giftig voor de lever en mogelijk kankerverwekkend. Nou, die vergelijkbaarheid, daar gaan we verder op in. Scheikunde. En we beginnen bij zeep. Hier zien we een formule van een vetzuur, eigenlijk een soort kaarsvet. Twee keer. Al die haatjes, dat zijn waterstofatomen en die hoeven niet steeds te tekenen. Alle hoekpunten zijn immers koolstofatomen en die kunnen op vier punten verbonden worden. Wat ontbreekt is dus waterstof. Hier zien we nog meer vetzuren. De zuurgroep is links te zien. En als we dit laten reageren met natronloog, ofwel gootsteenontstopper, dan krijgen we gewoon zeep. Zeep heeft de eigenschap dat het aan één kant in water wil oplossen en aan de andere kant in vet. Een polaire kop en een apolaire staart. Rechts staat een vetbolletje. Hier zijn de zeepmoleculen in het water rond het vetbolletje te zien als een soort kopspelden. En kijk eens, ze steken hun staart in het vet, zodat het druppeltje met het water kan worden weggespoeld. Nou, dat is mooi. Alleen teflon stoot juist vuil en vet af. Dit soort stoffen worden in een emulsiepolymerisatie gemaakt. Dat is een soort latex waarin die reactie plaatsvindt. Als je daarbij een soort zeep nodig hebt om de bolletjes emulsie uit elkaar te houden, dan moet deze niet worden afgestoten. Fluorpolymeren als teflon zijn verzadigd met fluor. En ik vermoed dat je daarom ook een soort zeep nodig hebt die daarop lijkt. En dat zien we hier, rechts. Met PFOA-zeep en daaronder de zeep van Gen X. Hier zien we het PFOA, het zuur, wat eerst in Dordrecht werd gebruikt.
Het is allemaal dezelfde stof. Kijk maar even. Hier zien we het zuur van GenX op verschillende manieren getekend. Het heet officieel 2,3,3,3-tetrafluor-2-heptafluorpropoxypropaanzuur of perfluor-2-methyl-oxahexaanzuur. Dat perfluor betekent dat overal waar plaats is, eigenlijk overal waar waterstof zou zitten, dat daar fluor zit. Om met PFOA te vergelijken, kijken we hier naar twee zeepen, zeg maar, oppervlakteactieve stoffen. Rechts zien we ammonium in plaats van natrium. Onder is een zijtak. En in de iets kortere staart zit een zuurstofatoom. Nou, dat zijn geen grote verschillen. Tot slot zien we nog PFOS en zijn natriumzout. Dit zijn ook stoffen die vergelijkbaar zijn met PFOA en ook grote bezwaren hebben. Uiteraard kunnen we eerst bij Wikipedia kijken en zien dan al een hoop. Klik vooral door naar de Engelstalige versie en bedenk daarbij dat deze pagina's vaak gemanipuleerd worden door PR-bureaus en fabrikanten zelf. Daarom kijk ik graag ook even bij GreenMedInfo naar wetenschappelijke literatuur. De koppen vertellen al direct dat deze stof, PFOA, giftig is voor bloed, lever en sperma. Zeoliet en vitamine C helpen als tegengif. En textiel is een grote bron van blootstelling. Bij Science Daily wordt het een endocrine disruptor genoemd, een hormoonverstoorder. En we lezen dat hart- en vaatziekten voorkomen, beïnvloeding van geboortegewicht, overgewicht, diabetes, artrose, schildklierproblemen en dat China erop losloost. Met fluorpolymeren zijn een aantal nieuwe toepassingen mogelijk geworden. Een aantal daarvan, daar vervulden deze stoffen een essentiële rol en kunnen niet zomaar vervangen worden. Vooral in de technische sector, omdat fluorpolymeren heel erg chemisch bestendig zijn en tegen hoge temperaturen kunnen. Een aantal andere toepassingen, brengen ze een hoop gemak, zoals vuilafstotende vloerbedekking, regenjassen die niet nat worden maar wel ademen en plantjes met anti-aanbaklaag. Wie dit soort producten wil hebben, die zal ook gewoon moeten accepteren dat er bij de productie giftige stoffen gebruikt worden die voor een deel in de lucht inkomen en in het water terechtkomen. En achterblijven in het eindproduct, dat ook. Deze stoffen zijn op basis van vergelijking, ze zijn soortgelijk, allemaal giftig. Het zijn hormoonverstoorders en kankerverwekkend. Maar net zoals bij andere stoffen die deze eigenschappen ook hebben, andere hormoonverstoorders, zijn hier wel maatregelen tegen te treffen. Zoals het nemen van voldoende vitamine C. En degene die thuis zijn pannenkoeken bakt in een pannetje met een anti-aanbaklaag en zich ondertussen heel erg druk maakt over wat er aan GenX in zijn water zit, die moet de zaken toch eens in verhouding gaan zien. Want waar wordt hij nou het meest door blootgesteld? Kortom, ook hier geldt eigen verantwoordelijkheid. Ik zeg het maar weer, geloof niets en onderzoek het vooral zelf. Bedankt voor het kijken. Als je dit een goede video vond, like hem dan even en word lid van dit kanaal.